Nederland is een waterland. En gezond helder water is dus van levensbelang voor mens, dier en natuur. Maar de waterkwaliteit staat onder druk en dus ook de biodiversiteit. Goede waterkwaliteit is niet vanzelfsprekend in Nederland. We moeten daar echt ons best voor doen. Dit bleek uit een groot landelijk onderzoek van Natuur en Milieu met steun van ASN Bank. Bij dit soort onderzoeken worden alleen grote rivieren en meren getest. De talloze kleine wateren ontbreken. Juist die zijn samen goed voor een derde van het water binnen ons land. Reden genoeg om een citizen science campagne te starten. Vang de Watermonsters. Een oproep van ASN Bank en Natuur en Milieu aan heel Nederland om zelf de waterkwaliteit te testen. Speciaal daarvoor werd de Watermonster Meetkit ontwikkeld. Meer dan 4000 mensen vroegen hem aan. In die kit zat een stappenplan met instructies, een boekje en een reageerbuis met strips om het gehalte nitriet, nitraat en de zuurgraad te meten. Het boekje had als doel het onderzoek net wat laagdrempeliger te maken. Onder de titel Gup en de Watermonsters. Een fabelvertelling voor jong en oud over een kleine maar dappere gup die op zoek gaat naar schoon water. Onderweg komt hij watermonsters tegen, zoals de drolletrol en Drekhoula. De monsters staan stuk voor stuk symbool voor een belangrijke vervuiler. De meetkids waren binnen 3 weken weg. Het duurde niet lang voordat de eerste resultaten binnendruppelden. De uiteindelijke respons was met bijna 25% ruim 2x zo hoog als verwacht. Watermonsters werden gevangen in onbekende poeltjes, vennetjes, grachten en sloten, verspreid door het hele land. Een blinde vlek was ingevuld. Belangrijke informatie die de basis vormt van een aanvullend veldonderzoek van Natuur en Milieu, zodat de vervuiling in de toekomst bij de bron kan worden aangepakt.